groetenwisseling met de jury ging de Belgische ruiter Stormen van start in het internationale springconcours in Den Bosch. Maar hij kwam niet ver. Ook voor de Engelsman Smith was de wedstrijd al ver voor de finish afgelopen. Valpartijen als deze behoorden gelukkig tot de uitzonderingen. Anton Ebben reed dit parcours dat bestond uit dubbelsprongen, driesprongen en een viersprong met Kairouan. De vertraagde opnamen tonen duidelijk de fraaie techniek van deze Nederlandse combinatie. In dit concours van meervoudige sprongen eindigde Hans-Gunther Winkler met Turfy op de vierde plaats. Met zijn landgenoten Steenken, Sneuk en Wildvang beheerste hij dit toernooi dat zich in enkele jaren tijds heeft ontwikkeld tot een van de interessantste van Nederland. Bijzonder populair was de 23-jarige Braziliaanse Lucia Faria, die met haar paard Rush Ducan ook op de Olympische Spelen in Mexico uitkwam. Met twee overwinningen was zij de succesvolste Amazone van dit geslaagde concours hippique in Den Bosch.